Welkom bij Gamer Geeks. We staan in Hotel de Halle voor de Call of Duty release party van de nieuwe DLC Invasion. Maar Jim, wat zit er eigenlijk allemaal in? Voor 15 euro krijg je 4 nieuwe multiplayer maps voor Call of Duty Ghosts, waarvan eentje een remake is van een bekende map uit Call of Duty Modern Warfare 2. En de nieuwe chapter in de Extinction Mode, waarin je weer aliens verrot kan schieten. 4 nieuwe maps, 15 euro. Het is een feestje waard. De opzet van het event is redelijk simpel. Belachelijk mooi hotel, lange tafel vol Xbox 360 en een handje vol gespecialiseerde fans die weten wat het spel is. En dat brengt sfeer en een open bar met meer sfeer. Jim, wat brengt die sfeer bij jou? Nou ja, het is lekker laid back. Je kan inderdaad achterover zitten en genieten van die nieuwe maps. Althans, als je dit genieten noemt, want wij hebben net ook even een potje gespeeld. En mijn KD was 12-24. Ik stond hoger in de lijst en dat maakt het een geweldige party. Fucking bullshit, je had 13-36, fuck off. Ik stond hoger. Iemand die al heel erg uitgebreid bezig is, is natuurlijk Arie. Arie, hoe gaat het nou eigenlijk? Gaat heel slecht. Laat me met rust. Heel slecht? Wat is heel slecht? 28! Je bent je hebt kills, maar het gaat heel naadje. Maar af en toe denk ik ook van ja, ik schiet ook op die andere gasten, maar ze hebben of beter armor of... En af en toe is hij heel traag, mijn poppetje. Maar dat heeft waarschijnlijk ook met mijn bewapening te maken. En volgens mij word ik nu net doodgestoken gewoon. Dus dat is gewoon echt de ultieme vernedering. Hoeveel speel je Call of Duty? Waarom ben je hier? Ik heb Call of Duty nou al... even kijken, vijf keer gespeeld. Nee, vier keer. Vier matches. Dus. Vier matches heb ik hier gespeeld. Heb je zelf ook al iemand meer gestoken met een mes? Het klinkt wel stom. Ik ben een PlayStation man. Hè? Ik ben hier gewoon niet zo goed in, maar het is ook al, doet me ook niet zo heel veel hoor. Stel, je hebt zeg maar tijd om één game te spelen. Welke zou dat dan zijn? Ja, ik speel nu steeds Candy Crush. Heb je ook wel eens van T-Bergen gehoord? Ja. Hoe vaak heb je dat al gedaan? Nul keer. Dat had je hier makkelijk kunnen doen namelijk. Ja, dat weet ik ja. Kunnen we jou ooit nog als gezicht in een game tegenkomen? Dat je denkt... Zeker. Ik ben toch wel eigenlijk de Nederlandse Kevin Spacey. Gewoon Ruben Spacey. Maar als je ergens zeg maar een pro-gamer in zou willen worden, zou dat dan ook echt Call of Duty zijn? Ja. Qua shooters, dit is mijn shooter. Ik ben geen goede gamer, maar ik vind het wel altijd heel leuk om te doen. En stiekem is het altijd wel leuk dat je er af en toe toch een paar voor hun hart zou schieten. Dus dat is echt lekker. De laatste potjes zijn gespeeld, de open bar is getransformeerd naar een dichte bar en de gamers gaan hun warme bekje in. De DLC is gereleased. Voor meer over Call of Duty Ghosts, voor meer over gaming, zoals de E3, ga naar www.gamergeeks.nl.